Het is vandaag woensdag 12 september en ik ga jullie vandaag iets meer vertellen over waar ik de afgelopen maand mee bezig ben geweest, namelijk de analyse van de woonplezierdata. In dit onderzoek hebben we twee soorten gegevens, namelijk van de logboeken met de foto's en de data van de focusgroepgesprekken. Dit is het digitale logboek wat de deelnemers hebben ontvangen met op de eerste pagina achtergrondinformatie. En daarna allerlei vragen over het woonplezier in het huis, in de buurt en in relatie tot de buurtbewoners. Nou, alle mensen die hebben meegedaan en alle foto's die hebben een code gekregen. In de eerste kolom van dit Excel-bestand zie je de code, de woonomgeving en dan wat achtergrondinformatie. En dan in korte codewoorden wat de mensen ingevuld hebben in het logboek. Vervolgens heb ik die Excel-bestanden uitgeprint en ben ik op papier met de hand op zoek gegaan naar verbanden tussen wat er op de foto staat en de verhalen of de symboliek die mensen daarbij omschreven. Dus je ziet al dat ik hier een en ander heb omcirkeld of heb gearceerd. Nou, naast al die foto's hadden we natuurlijk ook nog de focusgroepen en die hebben we helemaal uitgetypt. Je ziet al hier dat we de eerste letters van de naam hebben gebruikt, zodat we nog wel wisten wie wat had gezegd, maar het is geheel anoniem. Nou, de hele transcriptie hebben we in een programma geüpload. Dat ga ik nu laten zien. Dus hier zie je alle focusgroepen die we hebben gehad, alle wooncontexten. Als je dan daarop klikt, dan verschijnt hier rechts de hele tekst, uitgetypte tekst. En het mooie aan dit programma is dat je stukjes tekst een code kan geven. Bijvoorbeeld in de woning zagen we dat de logeerkamer heel belangrijk was. Dus we hebben alle stukjes tekst die met logeerkamer te maken hebben gecodeerd. En als ik nu op die code klik, dan kan ik alle stukjes tekst die met logeerkamer te maken hebben weer terughalen. Nou, zo ben ik eigenlijk op zoek gegaan naar de onderlinge samenhang tussen die verschillende codes. En op basis daarvan probeer ik natuurlijk conclusies te trekken. En ik ben daar nu mee bezig en ik ga jullie binnenkort daar meer over vertellen.